super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een keer een hele ander soort video voor jullie als wat jullie van mij gewend zijn. Want ik ga jullie laten zien hoe de papercutting en embossingmachine van de Action werkt. Het gaat om deze machine. Hij is van Love to Craft. En ik heb een tijdje geleden in mijn vlog gevraagd of jullie het leuk zouden vinden om hier een video van te zien. En het antwoord luidde ja. Dus ik ga jullie laten zien hoe deze machine werkt en wat je er dus mee kunt. Dus mocht je benieuwd zijn wat je zo al met deze machine kan doen en wat de resultaten zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Mocht je op zoek zijn naar deze machine, hij zit in deze grote doos. Dus dat is makkelijk te vinden in de winkel. In deze doos zit een... toeltje om het hendeltje vast te maken. Dus eigenlijk zo'n toeltje die je ook vaak ziet bij IKEA producten. Hiermee kun je de hendel vastdraaien. Ik heb dit zelf niet gedaan. Nathalie heeft hem voor mij in elkaar gezet. Voor de nieuwe abonnees, Nathalie is mijn zusje. Alles wat ik jullie laat zien heb ik ook van haar geleerd. Zij heeft me laten zien hoe dit werkt. Dus alle credits gaan naar Nathalie. Maar goed, dat toeltje zit erbij. Dan zitten er cutting dies bij. Dat zijn deze. Die krijg je er gelijk al bij, waarmee je dus papier of figuurtjes kunt uitsnijden. Er zit een folder, een embossing folder bij. Dat is deze. En het laatste wat erbij zit, dat zijn de platen en de gebruiksaanwijzing. Dit is de gebruiksaanwijzing. En we hebben dus platen, een A-plaat, twee B-platen. En een C-plaatje. Schrik niet. Hier zitten al figuurtjes in. En dit gebeurt dus als je hiermee gaat embossen. Hij snijdt wel je figuurtjes in je platen. Je ziet het ook in de B-plaat. Maar dat is dus heel normaal. Action verkoopt op dit moment geen platen hiervoor. Maar die kun je dus wel bij boekhandels kopen. Of bijvoorbeeld op AliExpress. En bij AliExpress kun je ook... een heleboel accessoires vinden. Ik zal even ook beginnen met de accessoires die je ervoor kunt kopen. Bij de Action kun je op het moment heel veel folders hiervoor kopen. Dit zijn de embossing folders. Je hebt ze echt in hele verschillende varianten. Ook de prijzen zijn heel verschillend. Je hebt ze volgens mij vanaf 79 cent en dan loopt het op. Dus het is ook heel betaalbaar. Ik heb hier een aantal gewone platen. Deze vind ik ook heel tof bijvoorbeeld. Deze zitten nog dicht, want die heb ik zelf nog niet gebruikt. En deze bijvoorbeeld. Je hebt echt heel veel verschillende. Ook heb je hele leuke platen waar clearstamps bij zitten. Die zijn bijvoorbeeld heel erg leuk voor kaartjes te maken. Want hier zit in het midden een vierkantje waardoor je dus een stempeltje hierin kan doen. Dat is heel erg leuk om een kaartje mee te maken. Dus dat zijn embossing folders. De cutting dies die je kunt kopen. Je hebt bijvoorbeeld thema's. Deze is bijvoorbeeld voor als iemand een baby heeft gekregen. Kun je een kaartje maken met een baby. Dus die heb je. Maar je hebt ook gewoon losse kleine tools. Ik weet niet precies hoeveel deze kosten. Ik geloof 3 euro. En de kleine tools die zijn rond de 99 cent. Ik heb er een aantal. Als je ze koopt... zitten ze gewoon in dit soort kleine verpakkingjes. Dus daar kun je het aan herkennen. En ze hebben best wel veel soorten. Ik heb hier een aantal losse. Denk er wel even om. Er zit aan de achterkant een plakrandje. En die moet je er even goed afhalen. Want anders dan lukt dat niet. Ik heb bijvoorbeeld deze. En deze vind ik ook echt super leuk. Want dit is een kat. En die heb ik van Nathalie gekregen voor mijn verjaardag. Dus dat zijn de cutting dies. Zoals ze dat noemen. Papier wat je ervoor kunt gebruiken is ook heel verschillend. Ik gebruik momenteel gewoon heel veel hobbykarton. Ik heb gewoon hobbykarton in basic kleuren. Maar ik heb ook een beetje pasteltintjes. Die kun je ook gewoon bij de Action kopen. Volgens mij, nou wat zal het kosten? Een euro, misschien iets duurder. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar je kunt dus heel verschillende soorten papier gebruiken. Maar wat je ook kunt gebruiken zijn deze boekjes. En dit zijn boekjes waar papier in zit. Ik heb hier bijvoorbeeld, dit zijn gewoon dit soort papiertjes. En die kun je dus ook gebruiken om te embossen. Maar hier kun je ook een cutting die uitmaken of uithalen. Dus dat is wel super leuk. Hier heb je in heel veel verschillende soorten. Vooral nu we ook weer richting de kerst gaan straks, heb je ook heel veel in kerstthema. Dus leuk als je kerstkaarten wilt maken.
Ik heb er hier een aantal. Ik zal jullie er nog een paar laten zien. Gewoon dat je even weet van, ja, wat kun je ongeveer krijgen. Ik heb hier bijvoorbeeld iets met blauw. En hier zitten dus allemaal blauwe papiertjes in. Dit zijn een beetje basics. Deze boekjes hebben ze echt in heel veel verschillende varianten. Hier zitten bijvoorbeeld streepjes in. Gewoon leuk om daar een kijkje bij te nemen. Mocht je daar wat mee willen doen. En ook metallics. Dit is metallic folie. En hier kun je dus ook heel erg mooi mee die-cutten en bossen. Dus dat zijn deze boekjes. Die je daar ook voor kunt gaan gebruiken. Ik zal jullie nu laten zien hoe het allemaal precies in zijn werk gaat. Je kunt de machine zowel links als rechts neerzetten. Ik zet hem altijd met de hendel aan de rechterkant, want ik ben rechts. Maar ben je links kun je hem dus ook omdraaien en kun je met je linkerhand draaien. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga jullie even neerzetten en dan zal ik even laten zien welke mallen je hiervoor moet gebruiken om bepaalde dingen hiermee te kunnen doen. Als eerste pak je de A-plaat en de A-plaat leg je altijd zo hierop. Ik ga eerst laten zien hoe je kunt embossen en ik gebruik dus hiervoor zo'n mal. Die vouw je open en dan doe je er een stukje papier tussen. Ik heb nu even gewoon papier gepakt, je kunt alle soorten papier gebruiken. Je klemt hem dicht en dan leg je deze zo op deze A-plaat. Hierbovenop leg je de B-plaat. Dus dat doe je zo. Even. Kijk. Zo, dan hou je hem vast en dan ga je draaien. En dan komt hij er aan de achterkant, komt hij eruit. Dan haal je hem van je platen af. En als je dan je papiertje openvouwt, heb je dus een geribbeld papiertje. Wat heel erg leuk is. Dus ja, nou heb je gewoon een patroon in je papier zitten. Het is wel leuker om met karton te doen, want dit is een beetje dun papier. Maar om het zo even te laten zien, dacht ik, kan dit wel. Dus dit is eigenlijk het idee wat je doet met embossen. Daar gebruik je dus deze voor. En dan kun je dus ook al die andere malletjes voor gebruiken die ik je net liet zien. Om de cutting papers te maken gebruik je wederom weer de A-plaat. Die leg je neer. En dan komt de C-plaat. Dus de C-plaat leg je op de A-plaat. Het is wel aan te raden om de platen gedurende de tijd wel om te draaien. Dus ik leg hem nu op zijn kop. Nou, dan pak je een figuurtje. In dit geval pak ik de kat. Die leg ik hier op deze plaat. Dus ik schuif ze wat naar voren. Die leg ik er zo op. Je kunt hem op welke manier dan ook erop leggen. Je kunt hem zo erop leggen, maar je kunt hem ook zo erop leggen. Het is net, dan moet je even kijken qua wat voor papier je gebruikt. En dan kun je dus hem zowel naar links als naar rechts laten kijken. Ik gebruik nu een gewoon papiertje. Ik heb hier een papiertje. Wederom weer een blauwe. Die leg ik boven op de kat. Mocht je willen dat je kat blijft zitten, kun je hem ook altijd even met een plakbandje vastzetten. Nou, ik doe dat eigenlijk nooit, maar dat zou kunnen. Dus die leg je er bovenop. En dan doe je de B-plaat er bovenop. En dan zorg je dat alles goed op zijn plek blijft. Dus je kunt hem nog eventjes zo aanschuiven en dan neerleggen. En dan ga je hem er doorheen trekken. Dit gaat wel iets zwaarder. En dan draai je hem door en dan komt hij er aan de andere kant dus uit. Goed doortrekken. Haal je hem van de platen af. En dan heb je dus een kat. En hier in het papiertje zie je dat de kat er dus uit is. Dus dan heb je gewoon een katje die uitgedrukt is. Je kunt hem nu dus ook nog, zou je hem ook nog kunnen embossen. Dat kan ik ook wel even laten zien. Dan krijg je er dus een figuurtje in. Dan pakken we dus weer de A-plaat. We leggen het uitgesneden katje leggen we in de plaat. Die leggen we hierop.
En daar doen we dan weer de B-plaat op. Even strak. En dan ga ik draaien. Nu is die niet zo zwaar, omdat dit maar een heel licht papiertje is. En dan heb je een figuurtje in je kat. Superleuk dus. Die kun je echt op heel veel verschillende manieren doen. Dus dat is wel superleuk. En zo kun je dus ook je producten uitsnijden. Maar dit kan dus ook gewoon in die boekjes die ik net liet zien. Dit is gewoon op heel veel verschillende manieren mogelijk. Wat misschien ook nog even leuk is om te testen, is om te kijken of we meerdere figuurtjes in één keer kunnen uitsnijden. Ik heb hier weer drie malletjes. De katje ligt hier. Dus dan gaan we eens even kijken of dat ook werkt. Dus ik leg weer de C-plaat erop. Even zoeken waar ik alles laat. Het is wel een beetje een bende. Ik leg die weer op. Ik leg de drie malletjes erop. Ik weet niet of dit werkt. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit ga proberen. Maar we kunnen het allicht proberen. Ik leg een papiertje erop. En uiteraard de D-plaat. Kijk, dat moet je dus niet doen. Want nu gaat alles dus verschuiven. En nu valt een poes in mijn slof. Dus leg alles gewoon goed neer. En dan gaan we draaien. Dit gaat nu wel wat zwaarder. En als het goed is. Ja. Heb ik nu een drie uitgesneden dingetjes. Ik heb deze. Die heb ik nu uitgesneden. Ik heb er nu dus drie tegelijk. En dan nog een katje. Deze gaat wat moeilijk, dus deze moet je nog zelf een beetje uitdrukken. Die, op een of andere manier is die niet helemaal jovel of zo. In feite heb ik nu alles dubbel, want ik heb hem dubbel uitgesneden. Ik vind deze minder mooi, want deze komt er op elke keer niet zo heel erg mooi uit. Maar zo heb je dat dus. En nou is even de test. Kunnen we hem dan ook nog figuurtjes erin maken? Met drie tegelijk, want dat is misschien wel handig om te weten. Wat heel veel mensen ook doen, zie ik heel vaak, is dat ze twee B-platen gebruiken. Dit zou ook kunnen, maar ik kies er toch meestal wel voor om gewoon het op deze manier te doen. We zoeken weer even de embossingmal. Die ligt hier. Dan ga ik deze drie beestjes er gewoon inleggen weer. Zo, nu liggen ze er met z'n drieën in. Ik vouw hem dicht. Ik leg hem erop. En dan gaan we eens even kijken of die nu ook... hier figuurtjes in maakt. Nee, op een of andere manier lukt dat dus niet, want ze zijn hetzelfde als net. Dus dat is niet helemaal handig. Het moet wel kunnen op een of andere manier. Maar wat ik dus ook heel vaak zie, is dat mensen dus dit doen. Ik weet niet of die hem nu wel pakt. Ik vind niet dat je, als je twee C-platen gebruikt, lukt het niet. Twee D-platen lukt het niet. Maar op een of andere manier snijdt hij niet het patroontje erin. Dus ik begrijp niet helemaal hoe dat kan. Ik ga hem nog één keer proberen. Nu heeft hij wel wat meer patroon. Dus ja, zo heb je dus eigenlijk uitgesneden dingetjes. Dit zijn dus de cutting dies. En dan hebben we hier het
papier met patroon. Wat ik dus hier heb liggen. Dus dit is eigenlijk hetgene wat je kunt doen met deze machine. Dus ja, ik vind het super leuk. Je kunt dus heel veel verschillende patroontjes kopen. Zoals ik al zei, heel veel verschillende mallen. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk wat je hiermee precies kunt doen. Dan was dit de video over de cutting paper en embossing machine van de Action. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Dus ik hoop dat het ook goed is overgekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Zouden jullie bijvoorbeeld zelf zo'n machine aanschaffen? Of zeg je van nou, ik vind het leuk om te zien, maar ik zou er zelf niet echt wat mee gaan doen? Dat kan natuurlijk. Dat is heel erg persoonlijk. Ik vind het heel erg leuk, de accessoires die je er ook momenteel voor kunt kopen bij de Action. Is het natuurlijk wel zo, het is bij de Action heel erg verschillend qua assortiment. Dus nu hebben ze heel veel in het assortiment, maar het kan zo weer veranderen. Ik heb al wel eens op AliExpress gekeken en je hebt daar ook echt heel veel leuke mallen, maar ook cutting dies. Ik heb er alleen zelf nog niks van besteld, omdat ik eigenlijk ja, nog niet echt daar behoefte toe voelde. Omdat ik bij de Action momenteel ook gewoon heel veel leuke kan kopen. Dus ik dacht, ja weet je, dat is nu nog niet echt aan de orde. Maar de mogelijkheid is er dus absoluut. Hou er rekening mee dat het bij AliExpress natuurlijk allemaal iets langer duurt qua verzending. Ja, mocht Action dit weer uit het assortiment gaan halen, zal ik zeker wat bij AliExpress gaan kopen. En ik ben nog een beetje aan het kijken waar ik dus eventueel ook de nieuwe platen kan kopen. Omdat deze platen na verloop van tijd wel gaan kromtrekken. Maar voor deze video heb ik dus alles eigenlijk van de Action gebruikt. Het papier, de mallen, maar ook de cutting dies. Alles kwam dit keer dus van de Action. Maar op AliExpress is dus ook heel veel te vinden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf misschien al zo'n machine hebben. Ik weet dat er ook duurdere machines van bestaan. Heb jij misschien zo'n machine? Of zou je misschien nadat je deze video hebt gezien ook willen aanschaffen? Ik weet dat die momenteel €39,99 oftewel €40 kost bij de Action. Ik weet niet of ze deze standaard in het assortiment hebben. De laatste keer dat ik bij de Action was, stonden er nog heel erg veel van. Maar dit is natuurlijk heel erg wisselend. Ik weet dat ze hem vorig jaar ook al een keer in de aanbieding hebben gehad. En dat was dus dit jaar weer. Dus het kan zomaar zijn dat hij nu weer verdwijnt. En dat hij misschien volgend jaar weer in de aanbieding komt. Dus het is wel iets wat steeds terugkomt. Maar ik weet dus niet of het standaard in het assortiment zit. Ik hoop in ieder geval dat jullie wat duidelijker is geworden wat je met de embossingmachine en de papercuttingmachine kunt doen. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je nou nog meer hier over deze machine willen weten, je kunt je vragen altijd in de comments achterlaten en dan kan ik ze beantwoorden. Nogmaals, ik heb dit allemaal van Nathalie geleerd, dus de credits gaan naar haar. Maar ja, het is... Ja, ik vind het gewoon een superleuke machine om mee te spelen. Je kunt er echt heel veel dingen mee doen. Ik vind het echt superleuk en ik ben er heel erg blij mee. Dus ja, ik vind het superleuk om hier mee te spelen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje te drukken met mijn gezicht, maar ook op mijn kanaal zelf. En als je dan ook even op dat belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik jou bij een volgende video weer te zien. Doei!